Welkom terug bij een nieuwe bullet journal video. Vandaag ga ik februari 2018 plannen in mijn bullet journal. De kleuren worden een beetje roze en oudgroen. Laten we gauw beginnen. Ik ben vrijwel klaar met alle teken en schrijfwerk in mijn bullet journal, maar ik miste nog iets. En nou vond ik deze die cuts. Deze komen van Paper District, zaten in dit zakje. En deze vond ik heel goed bij de kleuren en het thema passen wat ik heb gebruikt. Zoals deze bloemen, die pijltjes, die hartjes. Deze hier ook, die. Ik vind eigenlijk dat het heel mooi bij het geheel past. Oh ja, die XOXO natuurlijk ook. Dus ik wil kijken of ik ze her en der wat kan verdelen over mijn planner. En daarnaast heb ik ook nog dit stickerboekje. Deze komt ook van paperdistrict.com. En hier zitten ook een hele aantal leuke, beetje liefdeachtige stickers in. En deze zijn ook met een blanco achtergrond. Dus die kun je heel leuk gebruiken in een bullet journal. Love This dacht ik dat misschien wel leuk zou zijn. Deze zijn heel erg leuk voor als je foto's in je bullet journal gebruikt. En misschien smiles bij dagen dat je iets gaat doen wat je blij maakt of wat je leuk vindt. Deze XOXO passen denk ik ook wel weer heel erg goed bij dit thema. Dus zo zijn er hier een aantal stickers die ik wellicht ook ga gebruiken. Ik heb nog niet helemaal bedacht hoe en wat. Maar ik denk wel dat dit stickerboekje en deze die-cuts goed van pas gaan komen. Letters heb ik geschreven met een Crayola stift. Die zijn namelijk heel handig, want die hebben een fijne punt bovenop. Maar hij wordt onderaan wat breder, dus daarmee kan je een beetje dat brushletter effect maken. En heb ik subtiele highlights gemaakt met een witte gelpen. En deze witte gelpen heb ik gekocht bij Marjolein's Creations. Het is een Uniball of Uniball Signo. Vind ik heel erg fijn, altijd handig om te hebben. En ik merk dat die bijvoorbeeld beter werkt dan een gelpen van de Action. En ik heb dus inderdaad nog her en der wat van die plaatjes geplakt. Verder vind ik eigenlijk wel dat mijn bullet journal klaar is voor deze maand. Deze bladzijde lijkt misschien verder nog wat leeg. Maar dat komt natuurlijk omdat hier alle data en video's nog gaan komen te staan. Dus uiteindelijk wordt die hele bladzijde gewoon vol. Dat vult zich vanzelf wel. Dit is de bladzijde over sneeuwmail. Op elk envelopje en briefje kan ik dus schrijven dat ik een sneeuwmail heb gekregen of verstuurd. En ik heb dit expres vrijgelaten omdat ik wellicht nog extra ruimte nodig heb om nog meer sneeuwmails op te schrijven. Of misschien nog wat andere informatie over de sneeuwmails of degene naar wie ik het toestuur. Dus dat heb ik bewust vrijgelaten.
Ik vind dit trouwens wel echt heel erg leuk uitgepakt. Net alsof het allemaal van die liefdesbrieven zijn, zeg maar. En dan hebben we hier het maandoverzicht. Dat heb ik vorige maand niet gemaakt. En deze maand is wel. En ik denk dat het wel handig is. De hokjes zijn volgens mij groot genoeg om globale dingen in op te schrijven. Hier schrijf ik dus geen kleine afspraken in op. Maar meer een beetje algemene dingen. Dus dat het Valentijnsdag is. Of als ik een voorstelling moet spelen. Of iets wat je makkelijk kan omvatten in zo'n klein hokje. En hier heb ik dan een tracker voor sport. Vitamines voor YouTube en voor Instagram. En hier heb ik dus ook weer een die-cut ingeplakt. En hier is nog ruimte voor notities. Die kan ik dan allemaal hier schrijven. Dus dit gebruik ik niet om te plannen dit maandoverzicht. Maar meer om even te kijken van, oh, wat heb ik in die week of wat heb ik deze maand. Om dat even wat makkelijker in één oogopslag te bekijken. En dan nog de beginpagina. Je hebt hem al kunnen zien van februari. Ik vond hem heel leuk toen hij nog heel simpel was. Maar ik denk dat ik hem nu met die die-cuts nog net even iets leuker vind. Dan is het toch even wat bijzonderder of zo. Ik hoop dat je het leuk vond om mijn bullet journal van februari 2018 te zien. En wil je nog meer video's van mij kijken? Dat kan natuurlijk. Abonneren is geheel gratis. En dan krijg je een melding wanneer ik een nieuwe bullet journal video plaats. Of een andere video. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!